Hallo allemaal. In de vorige video liet ik zien dat het gras van de derde snee werd gemaaid. En nu laat ik zien dat het wordt gehakseld. Vrijdag rond 14:45 in de middag komt de hakselploeg van loonbedrijf Van de Put. Bij het maaien van de tweede snee heb ik op een paar plekken gras moeten laten staan, bij elkaar ongeveer een hectare. En je ziet hier heel goed het kleurverschil. Daar waar die zoden zo bruin is, dat kon ik de vorige keer niet maaien en nu gelukkig wel. Het gras van de derde snee komt bovenop het gras van de tweede snee. Dit film ik op afstand vanuit het land. De klep is omhoog gedaan. En dan duurt het even. En dan komt het voer eruit. Meteen een stofwolk. Maar gelukkig stuift het niet heel erg. Hier zie je ook wel wat stof boven de silagewagen. Maar het gras is wel eens veel droger geweest tijdens het hakselen. En dan komen er behoorlijk wat stofwolken. Nou, het loonbedrijf maakt flink reclame voor zichzelf als ze aan het werk zijn. Door de grote tekst op de silagewagen. Ze zijn nu bezig op het land dat het verst van de boerderij af ligt. Daarvoor moeten ze ongeveer 700 meter over de weg. Dus dat is niet ver. Het gaat lekker vlot. En zo komt er steeds een nieuw laagje bovenop de bult bij elke vracht. En dan wordt dat aangereden door de sjofel. Eerst mooi verdeeld met de verdeler vooraan de sjofel en dan goed vastgereden. En ik ben goed tevreden over de kwaliteit van het voer. Ik denk dat we daar voor het komende winterseizoen heel mooi voer aan zullen hebben. Het hakselen van het gras, dat doen we al langer dan 20 jaar en dat bevalt ons prima. En dan ligt uiteindelijk de laatste vracht op de bult. De bult is een stuk langer geworden en wordt aan de voorkant ook mooi bijgewerkt. Tja, en dan ben je als boer weer blij en dankbaar dat we alles weer aan de bulten hebben en dat alles goed verlopen is en dat we weer mooi voer hebben.